Goedemorgen. Als het goed is, kun je meteen even testen. Ben ik goed te horen? We hebben een chatvenster waarop je antwoord kan geven. Dus even een soundcheck. Ben ik goed te horen? Ben ik te verstaan? Vincent is een type. Perfect. Vrouwke, Nicole. Nou, helemaal goed. Ja, we beginnen over 2 minuutjes. Ook goedemorgen, vrouwke. Je zult zien dat ik een beetje naar die andere kant kijk. Ik heb 2 schermen en op dit scherm zit mijn camera, maar op dit scherm staat de webinar software. Dus als je denkt van waarom kijkt hij ons niet aan? Nou, dat is daarom. Het webinar zou voor 50 mensen zijn. Die zijn er nu ook. 51. Er was iets meer animo dan ik had verwacht. Dus ik heb hem even geupscaled naar 100. Er vallen altijd een paar mensen af, maar ik denk dat we zometeen met een mannetje of 60, 70 aan de slag gaan. Ik kijk naar uit. Deze software is nieuw voor mij. In die zin, ik heb hem 1 keer proef gedraaid zelf met 1 persoon. Dus ik weet nog niet of die of dat allemaal goed gaat. Maar ik heb genoeg geoefend en voorbereid. En ik ga ervan uit dat het lukt. En mocht het ergens een keertje haperen, herstel ik dat meteen. En dan gaan we gewoon door. Even alle maandjes uitzetten. Goed, begin van de week zo. Het geluid valt vaak weg, hoor ik van Helen. Klopt dat? Nou, iedereen zegt, gaat goed, gaat goed. Ik heb hier een microfoon staan. En als ik daar een beetje op richt, dan moet het geluid, als het goed is, niet wegvallen. Ja, inmiddels gaat het goed. Nou, kijk, dat is tenminste een actieve chatbox. Het geluid komt goed over. Even kijken. Het is 9 uur, er zitten 54 mensen. En ik had beloofd dat we 9 uur zouden beginnen, dus ik ga jullie ook niet langer laten wachten. Welkom bij het webinar over de nieuwe layout van LinkedIn. Zoals het hoort, stel ik me graag eventjes netjes voor. Ik ben blogger, auteur, spreker, trainer en toch wel met recht een LinkedIn-nerd te noemen. Ik heb daarvoor bijvoorbeeld een website linkedinpro.nl. En op LinkedIn Pro daar beantwoord ik alle vragen die mensen hebben op LinkedIn. Het meest uiteenlopende vragen worden beantwoord. Ik heb het laatste nieuws over LinkedIn. En daar kun je altijd heen voor je vragen. En je hebt daar een vraagformulier, kan je hem insturen en ik beantwoord hem. Ik zorg dat hij beantwoord wordt. Ik moet wel een beetje in de camera kijken. Nee, Bas, ik heb net uitgelegd. Ik heb 2 schermen, dus dat gaat niet helemaal lukken. Februari 2016 heb ik het PEACE-model gelanceerd voor social selling. En dat is een methodiek die op dit moment vastgelegd wordt. Want er is wat interesse vanuit het buitenland om deze trainingsmethodiek te gebruiken. Dus daar ben ik heel druk mee bezig. Ik heb ondertussen op het gebied van LinkedIn mensen in meerdere landen getraind. Waarbij ik diegene rechtsbovenin misschien iets kleiner moet gaan neerzetten. Gezien de actuele ontwikkelingen. Maar daar hou ik mij mee bezig. Ik heb mensen getraind vanuit de volgende landen. En die kwamen dan naar Nederland of daarheen. En er zijn ook dit jaar weer een aantal behoorlijk leuke klussen internationaal op de agenda voor op het gebied van LinkedIn training. Bedrijven waarvoor ik het doe, hartstikke leuk. Het is een beetje patserig, maar goed, dat geeft altijd een beetje een beeld van wat ik allemaal doe. En eigenlijk mijn eerste vraag aan jullie, heb je de nieuwe layout al en hoe lang? En als je dat even in de chatbox kan zetten, dan krijg ik daar een beetje beeld van. Overigens wordt dit hele webinar opgenomen, dus mochten sommige dingen te snel gaan, kun je later terugkijken. Ja, sinds een week, 3 weken, een paar weken, een maand, anderhalve week, kijk, dat gaat snel, ongeveer een maandje. Ja, net. Nee. Er is 1 minuut die nog niet heeft. Ria, zet je instellingen even op Engelstalig. Dat zal het zeker versnellen. Week of 4, kleine week. Nou, er zijn in ieder geval. Bijna iedereen heeft een nieuwe layout. Op eentje na, denk ik. Dat is dan Ria. Ik wist dat er nog 1 iemand was in Nederland die hem niet had. Die hebben we gevonden. Ria van der Pol, dankjewel. De nieuwe LinkedIn layout is helemaal niet zo'n. Het is nu een hele ingrijpende verandering. Maar eigenlijk is LinkedIn daar vanaf het begin af aan al mee bezig. Want voorheen, elk jaar kwam er een nieuwe layout. Van 2003, 2004, 2005. Ik weet niet wie van jullie hier al zo lang op dit. Maar eigenlijk is dat standaard bij LinkedIn om elke keer die layout te vernieuwen. Afhankelijk van de nieuwe ontwikkelingen, vragen die er zijn. Het stomme is,
dat ze ook wel eens functionaliteiten weggooien. Want volgens mij was het in 2007 dat ze ineens evenementenmogelijkheid weg hebben gegooid. Dus je kon mensen niet meer uitnodigen voor een event. Je kon niet meer zien wie van jouw LinkedIn-connecties naar het event toe ging. Dus ja, dat, ja, een beetje slordig. Maar goed, zo veranderen ze wel eens vaker functies in LinkedIn. En ja, over het algemeen best wel jammer. 2009, 2010, 2011. En je ziet die layout. Ja, advertenties worden dominanter. Dat is eigenlijk wel wat je heel duidelijk ziet hier. En ja, de menu-items veranderen en verplaatsen. In de laatste jaren, althans vanaf 2014, zijn ze steeds kleinere veranderingen gaan toevoegen. En nu in 2017 hebben we een behoorlijke verandering in de layout. En ja, die heeft nogal tot wat geleid. Want ja, iedereen zat te wachten op de layout. Er gingen allerlei geruchten rond. Er waren een aantal mensen die een preview hadden en die al konden zien dat heel veel dingen verdwenen waren. Dus deze nieuwe layout is eigenlijk heel veel snel doorgevoerd. Wat ze hebben gedaan, kan je willen zorgen dat iedereen op de nieuwe layout zit. En om dat te kunnen realiseren, hebben ze heel veel functies uitgezet. En dat is jammer. En die worden gemist. En er zijn heel veel mensen naar op zoek. Maar die komen langzaamaan terug. Ja, het is dus, zoals ik al zei, snel doorgevoerd. En ze hebben het afgeleid van de app. En waarbij de app al een minimale uitvoering was van de standaard mogelijkheden, hebben ze dus ja, die minimalisering ook toegevoegd in de algemene website. En dat is even wennen. Wat je wel ziet, is dat heel veel functies die mensen missen, al aangekondigd zijn dat ze terugkomen. Daar kom ik straks nog even op terug. Je moet je voorstellen dat die database van LinkedIn, die is enorm groot. Die wordt continu gevoed met alles wat we doen. Hè. Elke actie die jij doet, wordt opgeslagen. En dat moet op een bepaalde manier weer naar voren komen en dat moet eruit gehaald worden. En omdat die database zo complex is, hebben ze nu eigenlijk een behoorlijk eenvoudige weergave waarmee het ze in ieder geval kunnen garanderen dat iedereen kan werken. En langzaamaan gaan ze kijken of ze nieuwe functies weer kunnen toevoegen. Dus het is even afwachten. En nu heb ik nog een vraag aan jullie. Welke functie kun je nu niet vinden of welke functie mis je eigenlijk nu op LinkedIn? Drie mensen aan het typen, 5, 7. Artikel schrijven, die zit erop. Helen. Notities, ja, notities zijn weggehaald. Geavanceerd zoeken, komt straks aan bod. Aanbevelingen, vragen, zit er nog steeds in, Mieneke. Recente updates. Delen van berichten. Notificaties van de longpost zijn inderdaad verdwenen, Helga. Dat je gelijk kunt posten in meerdere groepen tegelijk, is er nog steeds als je de LinkedIn share button gebruikt, Miranda. Notificatie van bedrijfspagina's, ja, daar wordt aan gewerkt. Business page aanpassen, dat kan al. Chantal vraagt over die timeline indelen, dat komt ook terug. Ja, vraagt Jeroen ook. Nou, dat is een functie die terugkomt. Sam vraagt over specifieke zoeken. Nou, dat is er, alleen het ziet er iets anders uit. Het werkt ook iets anders. Artikel schrijven nog niet bij iedereen actief. Nee, terwijl het al vanaf 2014 uitgerold wordt. Maar dan moet je wel zorgen dat je taalinstellingen op Engelstalig staan. Dan heb je altijd eerder nieuwe functionaliteiten. Vond ze handig een boxje te hebben wat liet zien wie jarig was en een nieuwe baan had. Oké, okay, ja, Ingrid, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik vond het best vervelend, maar ik kreeg ze wel op de app nog steeds binnen. Database van kandidaten opbouwen, dat kan nog steeds. Maar ja, daar kun je eventueel natuurlijk de recruiter tool voor gebruiken. Als bedrijf een persoonspost lakken indelen, ja, dat kan niet. Dat heeft ook nooit gekund, Chantal, helaas. Nou, een behoorlijk lijstje. Nou, dat is mooi, want het rechtvaardigt ook waarom we dit webinar hebben. Nu ga ik een walkthrough laten zien van de nieuwe LinkedIn layout. Alleen ik heb gemerkt dat op het moment dat ik mijn scherm deel en dat live uitzend, dat daar behoorlijke hapering in zaten. Dus om te zorgen dat ik het goed laat zien, heb ik deze opgenomen. Dus ik ga daarvoor nu een stuk video afspelen. Waarmee ik meteen ook even een inventarisatie kan maken van de vragen die jullie hebben gedaan. En mocht je tussendoor vragen hebben, ik zit gewoon in de chatbox, zit er gewoon bij. Maar ik zet even een video aan om de layout te laten zien. Oh, Ingrid, goede vraag. Is eigen URL van de bedrijfspagina mogelijk? Ja, die was er en die hebben ze nu vervangen voor beta en dan een nummer erachter. Maar dat komt ook weer terug. Maar ik ga nu even de layout laten zien aan jullie. Als wij iemand
inlogt op LinkedIn. Nou, zodra je inlogt op LinkedIn zie je natuurlijk al meteen dat de layout behoorlijk op de schop is gegaan. Je ziet nu aan de linkerkant netjes je profiel staan. En als je daarop zou klikken, dan kun je deze meteen gaan aanpassen. Je ziet hier meteen Who's Future Profile, wat eerst bovenin in een menu item stond onder profile. Dus je kunt meteen kijken wie jouw profiel hebt bekeken. En ook, en dit is erg fijn dat dit terug is, dat je statistieken hebt over de post die je geplaatst hebt. Dit was op de app al een tijdje, maar nu is het dus ook gewoon op de site zelf te zien. Nou, dan hebben we bovenin de grafisch weergegeven menu, het Home, dat is waar we nu staan. My Network, ga ik straks laten zien. Jobs, dus als je op zoek bent naar een baan en je hebt er allerlei alerts voor ingesteld, of dan gaat hij ook kijken welke banen bij jou past. De messaging functie, notificaties, zodra je ergens genoemd wordt of zodra iemand een post van jou liked of op reageert. En het onderdeel Me, en dat is een uitgebreid menu geworden, zoals je ziet. Heb je je settings en privacy. Als je abonnement hebt, help, je kan je taal meteen aanpassen. Maar mijn advies altijd is, zet deze op Engelstalig. En je kunt meteen ook, en dat vind ik wel een mooie toevoeging, naar je verschillende company pages die je beheert. Want dat was normaal in de vorige layout best een lastig iets. Je moest eerst gewoon naar de company page gaan. Die moest je boven in de zoekbalk intypen. En van daaruit kon je dan de pagina editen. En nu heb je meteen alle company pages die je hebt. Dat was bijna alle company pages. En vervolgens heb je hier een item Work. En daar zie je ook dat daar de groepen ondergebracht zijn. Die zijn dus eigenlijk uit de standaard LinkedIn schil gehaald. En zijn in een apart item geplaatst. En dat was ook te verwachten. Want dat onderdeel was ook als eerste al in een volledige nieuwe look en feel. En dus hebben we dat eigenlijk buiten de standaard LinkedIn omgeving gehaald. Om ja, te zorgen dat die wat minder belast is. En dat je dus die functie daar kan vinden. Nou, dan heb je vervolgens ProFinder, een tool waarmee je ZZP'ers kunt vinden. Werkt nog niet zo goed in Nederland. Je kunt banen plaatsen. Het hele LinkedIn Learning verhaal natuurlijk, waar ik heel groot fan van ben. Adverteren. Lookup, dus als je in een grotere omgeving zit, dat je gewoon kunt kijken welke van jouw collega's bepaalde skills hebben. En SlideShare, ja, het contentplatform van LinkedIn, waar ook alle afbeeldingen die je uploadt automatisch op geplaatst worden. En ja, mits je dat hebt, Sales Navigator of Recruiter, dan zie je aan de zijkant hier ook nog even rechtsbovenin de menukeuzes. Als ik nou even begin bij het begin, bij Who's Future Profile. Dat overzicht, dat is eigenlijk een verarming ten opzichte van de vorige. Bij de vorige kon je zelf nog sorteren op dagen. Bijvoorbeeld dat je echt per week kon zien hoe het verloop was. Dan kreeg je ook netjes een grafiek van. Nu krijg je eigenlijk alleen maar het totaaloverzicht. Als je een gratis account hebt, dan zie je hier nog steeds maar 5 mensen. Maar heb je een premium account of een Sales Navigator of Recruiter, dan ja, kun je tot 90 dagen terugkijken. Maar dan moet je wel helemaal naar beneden scrollen. Nou, af en toe staat er nog bij waar mensen vandaan komen. Nou, hartstikke leuk, maar je kunt daar niet veel verder in sorteren. Hier heb je found via homepage. Alle andere manieren waarop mensen jou gevonden hebben, kan je dan weer niet zien. Dus LinkedIn bepaalt eigenlijk hier een aantal selecties voor je. En het zou mooi zijn als je die zelf kan aanpassen. Maar wie weet komt dat in de volgende update. En dat een van de functies die ze aan het toevoegen zijn. Nou, weer even terug naar home. Dan heb je daar Who's Future Post. Nou, dan krijg je dus eigenlijk het aantal views op je laatste update te zien. Nou, de laatste update was, hier zie je het aantal klopt dan niet. Overigens is er ook een verschil in de aantallen die je op de app ziet en die op de website zit. En ja, hoe betrouwbaar die cijfers zijn, dat is eigenlijk even een vraagstuk nog. Nou, hier zie je dat is waarom het nu ook zo druk is. 3500 views. En zo kun je dat een beetje terugkijken. En dat is informatie die we eigenlijk vroeger hadden aan de rechterzijkant tot 2015. Die is op een gegeven moment weggehaald en die is nu weer terug. En ja, als ik daar dan op klik, dan krijg ik ook even wat meer informatie nog te zien erover. Maar ook wederom redelijk beperkt. Dus ik kan zien, bij Rabobank Hart hebben we dan 9 people voor Rabobank Hart van de Meijerij. Oh, dat is de nieuwe gemeente. Future Post, samen met mensen van Dommelvallei en Rabobank. Ja, dit is leuk, maar hier zou je veel meer informatie uit willen halen. En ik vind eigenlijk als je een premium account hebt, dan wil je sowieso al die details hebben. Maar in ieder geval beter dan niets. Dus er is informatie. Even kijken hoe het bij deze zit. 15 mensen van gemeente Eindhoven. Welkom vandaag. Salespersons.
ja, Biggest Audience van Eindhoven. Ja, dat is mijn grootste netwerk. Dus dat is eigenlijk de informatie die je haalt uit als je klikt op hoeveel mensen je post hebben bekeken. Je kunt hier ook meteen zien wat je zelf aan activiteit verder hebt gedaan. Dus wat je hebt geliked, waar je hebt op gereageerd recentelijk. Je ziet hier aan de linkerkant ook hoeveel volgers je hebt. Dus dat zijn een aantal connecties plus het aantal mensen wat jou volgen. En wederom kun je hier vandaan naar je volledige profiel om deze te editen. En hier heb je ook de articles, voorheen de long posts. En kun je zien hoe het is met die views daar. En ja, eigenlijk is dat dramatisch slecht geworden. Want dat ging voorheen, je ziet het ook met oudere artikelen. Hier laat hij niet eens meer zien. Ja, een of andere manier komen ze niet meer naar voren. Ze zijn ook verdwenen uit de notificatievenster. Als iemand een post plaatst, zie je dat niet meer bij notificaties staan. En dat is waarschijnlijk mede oorzaak van. Maar als ik, ja, even kijken. Als ik even een oude post pak, krijg ik hier dan nog de statistieken te zien. 7 likes en dan de statistieken. Dan zijn dat, ja, niet meer de statistieken die je had. Je kunt niet meer zien wie het hebben geliked, wie het hebben geshared. Die informatie is verdwenen. Hopelijk komt die terug. Nou, dus gaan we even terug naar de homescreen. Je merkt ook dat LinkedIn het laden van de pagina soms wat langer duurt. Ja, dat is eigenlijk best wel jammer. Nou, nu klopt het aantal views wel. Dus die weer geüpdate naar 205. Je kunt vanaf de homepage waar je hier in de tijdlijn zit natuurlijk gewoon alles liken en delen van je netwerk. En dan kan je ook nog steeds bij post kan je zeggen, nou, hide this post of unfollow Robert. Of in dit geval hide this post. Je kunt eigenlijk daar van alles mee doen zoals dat al was. En je weet, als ik unfollow Patrick doe, dan zie ik zijn updates niet meer, maar dan ben ik nog wel steeds connected met hem. Ik kan ook zeggen, nou, deze post zie ik elke keer terugkomen, weg. Nou, dan zie ik hem niet meer. In de vorige layout had je de mogelijkheid om te kiezen voor de meest recente updates of de top updates. Die functionaliteit is nu nog weg, maar die komt weer terug. Dat is al beloofd. Die komt er weer aan. Dus zodat je zelf nog een beetje je tijdlijn kan inrichten. En het mooiste zou zijn als het weer wordt als in 2015. Dat je zelf kon aangeven, ik wil alleen company updates zien. Of alleen maar als iemand een nieuwe functie heeft. Dus dat je echt helemaal dat kon customizen. Ik hoop dat dat terugkomt, maar dat is nog even afwachten. Voor de rest, het ziet er wel wat overzichtelijker uit. Als je hier gaat naar het shared update, dat is eigenlijk niet veel veranderd. Je kiest van, oké, ik wil een artikel, foto of update. Eigenlijk is dat niet waar. Als je hierop klikt, dan kun je een foto of een update doen. Nou, dus dat is een link pasten, een plaatje plaatsen en delen. En als je zegt, nou, ik wil een artikel schrijven, dan moet je gewoon hierop klikken, write an article. En dan kom je in de voorheen long post functie en dan kun je je eigen blog plaatsen. En dat het nadeel is inderdaad, wat ik net al zei, is dat het aantal views echt dramatisch laag is. Dus de exposure die je hiermee haalt is vrij nihil eigenlijk. Dat is eigenlijk zover de frontpage. Dan ga ik even naar de profielpagina. Zodra je erop klikt, kun je hem ook meteen editen. En als ik dan, even kijken, als ik hierop klik, dan kan ik meteen mijn voornaam plaatsen, achternaam, mijn headline aanpassen en de summary. En ja, alles wat je hier aanpast is meteen gedaan. Je kunt het ook zeggen, nee, ik wil dat voor mijn Italiaanse profiel doen. En ja, dan heb je dan een andere tekst natuurlijk. Dus je kunt ook meteen je meertalige profielen hier vandaan benaderen en aanpassen. En dat is wel handig, want heel vaak vergaten mensen dat als ze iets aanpast in hun Engels of Nederlands profiel, dat het ook in de andere te doen. Dus hier vandaan kun je dat meteen allemaal aanpassen. Je kunt natuurlijk even kijken naar het profiel. Zelf dat je daar een beetje een preview van hebt. Nou, dat ziet er allemaal netjes uit. Ook mensen dachten dat de Rich Media zou verdwijnen, maar dat is niet waar. Dat is gelukkig nog erbij. Nou, hier zie je ook weer hoeveel mensen je profiel hebben bekeken. Nou, ik kan nog update education doen. Ik krijg natuurlijk netjes suggesties van LinkedIn of nieuwe secties toevoegen.
Hartstikke gaaf. De experience, daar is niks aan veranderd. Dus gewoon je werkervaring. Ook nog steeds met Rich Media. Opleiding. Vrijwilligerswerk. De skills. Ja, en de skills, daar ben ik helemaal fan van. En recommendations zijn er nog bij. Daar is iets aan veranderd. Recommendations die waren voorheen gekoppeld aan je werkervaring. Dus zeg maar, dat mensen een recommendation gaven bij mijn functie als LinkedIn trainer. Dat is losgekoppeld. Dat is nu allemaal op één grote hoop gegooid. Dus ja, dat vind ik niet helemaal terecht. Vind ik een beetje raar eigenlijk. Maar dat is ja, even hoe het nu is. En dan heeft LinkedIn een aantal onderdelen van het profiel. Publicaties, de talen die je spreekt, de projecten die je hebt gedaan, de honors and awards. En wat hebben we nog meer? Nee, dat zijn ze. Dat hebben ze samengevoegd onder accomplishments, oftewel wat je hebt bereikt in het leven. Ja, ik vind het raar. Ze hebben dit echt op één hoop gegooid, waardoor het ook eigenlijk niet meer opvalt. En normaal waren dit gewoon losse onderdelen, hoofdonderdelen. Nu zijn het eigenlijk subonderdelen geworden. Dus dit is ja, op een iets andere plek gekomen. Nou, ik zie meteen welke bedrijven ik volg. Nou, hartstikke leuk. En dat is hoe mijn eigen profiel eruit ziet. Ik kan ook nog zeggen, laat even dan de andere profielen zien. Dus even mijn Italiaanse profiel. En dit is wel even een dingetje waar je op moet letten. De tekst die hier staat, dat is de tekst die ook getoond wordt op de app. Dus daar moet je even rekening mee houden. Dat in het begin van je summary, dat je daar eigenlijk al een soort van call to action neerzet. Dat je daar meteen een pakkende tekst neerzet, want dat is hetgeen wat mensen zien. En ze moeten extra moeite doen om de rest te zien. Dus zorg altijd dat dit interessant genoeg is, zodat ze verder gaan klikken. En dat ze dan klikken op de See More. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Je kunt nog steeds niet de Rich Media aanpassen aan de verschillende talen. Dus ook bij Italiaans andere voorbeelden zal laten zien. En ja, hier moet ik deze kan ik wel aanpassen per taalgebied. Want nu als mensen hierop klikken, dan zien ze mijn Nederlands tekst. Dat is niet helemaal netjes. Dat is mijn fout. Maar alles kost tijd. En die moet je ook maar hebben. Nou, dan pak ik even het profiel van mijn zeer geëerde collega. En dat is in dit geval Richard van Blom. En daar zie ik ook hetzelfde in het profiel. Hij heeft wel heel netjes, heel slim, meteen zijn call to action in het begin neergezet. En uiteraard daaronder zijn hele profiel. En nou is het mooie, nu kan ik, als ik op een profiel sta van iemand anders, hier aan de rechterkant meteen klikken welke connecties die persoon heeft. En ik kan hier ook, mits het natuurlijk open hebben gesteld, ik kan hier ook meteen alle informatie vinden over wat is het telefoonnummer, wat is het e-mailadres. Die informatie leek even verdwenen, maar die is gelukkig ook netjes weer terug. Dus ja, hier vandaan kan ik gewoon Richard meteen bellen vanaf het profiel. De tags die je voorheen had en de notities die je kon koppelen aan een account en sinds wanneer je met iemand geconnect bent, die informatie is weg. Komt ook niet terug. Waarschijnlijk wel vanaf het moment wanneer je met iemand geconnect bent, maar het toevoegen van extra informatie, dat is gewoon verdwenen. En ja, wil je die informatie wel hebben, dan zul je met Sales Navigator aan de slag moeten gaan. Maar dan is dit weer niet gekoppeld aan je connecties, maar aan de leads die je hebt opgeslagen. Maar dat is een heel ander onderwerp, daar gaan we het nu niet over hebben. Even terug naar de home. Nou, dit onderdeel is volgens mij nu helemaal duidelijk. En dan ga ik even verder naar het volgende. En dat is My Network. Nou, zodra je daar op klikt, dan zie je altijd de nog openstaande uitnodigingen. Dat is een mooi begin. En dan zie je, oké, deze heb ik nog openstaan. Laat me eens even zien. Nou, hier staan dus de mensen die met mij willen connecten. Nou, deze heeft geen foto. Ja, dat doe ik niet. Deze heeft ook geen foto. Doe ik ook niet. Die jongen heeft echt geen snelstart van zijn achternaam. Dus dat doe ik ook niet. Ja, gebruik je eigen naam of niet. Maar dat is persoonlijk. Maar ja, die accepteer ik niet, deze connecties. En deze ja, heeft ook geen persoonlijke uitnodigingstekst. Want die zou ik dan hier meteen zien. Dus dan moet ik eerst kijken, is dit interessant? Wat doet zij? Zelfstandige. Coaching en projectmanagement. Ja, dat
Ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Dus dat laat ik nog maar even staan. En als je hierop klikt, dan kun je vervolgens krijgen een overzicht van al je connecties die je hebt. Nou, dan kun je ook nog eens sorteren op voornaam, achternaam. En jawel, je kunt daar binnen zoeken. Dus ik zou kunnen zoeken op LinkedIn trainer. En daar komen dan 35 LinkedIn trainers uit mijn netwerk, inclusief mijzelf. Dus ja, ik ben natuurlijk ook onderdeel van mijn eigen netwerk. Ja, nou, zo'n lijstje kan je dan krijgen. Nou, dan kun je vervolgens nog verder gaan filteren op alle mogelijke manieren. En dat ga ik zo meteen even bij de zoekfunctie laten zien. Maar dit is binnen mijn netwerk, dus eerste graads connecties zoals hier ook staat. Het resultaat. Dan hebben we de jobs bij LinkedIn. Nou, dat, ja, ik heb één job alert staan. En dat is als iemand op zoek is naar iemand voor rentenieren. Dus ik zoek Helmond, echt niet. Ook niet. Nou, ik had hier ergens een job alert staan dat als mensen een vacature hebben voor... Oké, hierboven staat het nog. Als ze een vacature hebben voor rentenieren, dan wil ik daar graag een mailtje over krijgen. Dat is de enige baan die ik nog zou willen doen als ik voor iemand anders zou gaan werken. Ja, ik ben zelf niet zo bezig met de jobfunctie. Dus ja, als je daar interesse in hebt, kijk er gerust naar. Ik ben zelfstandig en dat hoop ik ook zo te blijven. Maar je kunt hierboven inderdaad aangeven, goh, ik zoek een baan in marketing. Nou, als marketing director in Eindhoven. Nou, dan zie ik dat er eentje is, program marketing director. En dan zie ik wie van mijn netwerk daar zitten, 42 connecties. Nou, ik kan daar allerlei filters op doen en kan een search alert dat zodra er een baan is voor marketing director in Eindhoven, wil ik daar dagelijks een e-mailtje krijgen en notificatie. Ja, als je op zoek bent naar een baan, leef je hieruit. Nou, het volgende onderdeel wat we hebben, dat is de messaging functie. Nou, hier heb je dan de messaging functie en die lijkt heel erg op de app. Waar het niet dat een groot verschil bij zit, is dat je bij de app kunt zien of iemand het bericht heeft gelezen als je het hebt gestuurd. En dat je bij de app allerlei leuke emoticons à la hives in kan gooien. Nou, dat is hier niet bij en dat vind ik ook helemaal niet erg. Gewoon dit is... ja, een handige manier om berichten te sturen. Waarbij ik nog steeds eigenlijk, ja, ik gebruik het af en toe wel. Maar mijn voorkeur is gewoon bellen of e-mailen. Maar ja, soms is het een eenvoudige manier om te zorgen dat je bij mensen onder de aandacht komt. Nadeel is, niet iedereen logt altijd in op LinkedIn. Dus ja, de kans dat het bericht altijd gelezen wordt, is wat kleiner. Maar het is een manier om met elkaar te gaan doen. Je kunt berichten ook nog archiveren. En je kan zoeken, alles wat je geblokkeerd hebt, eigenlijk ja, daar een beetje in rondstruinen. Ga ik niet laten zien wat ik gearchiveerd of geblokkeerd heb, maar je kunt hier vandaan kun je, ja, nog een redelijk mailbestand bijhouden. Dan hebben we de notificaties. En dat is wel een ja, handig ding. Hoewel, kijk, als je netwerk wat groter is, dan krijg je heel veel notificaties dat iemand een nieuwe functie heeft. Nou, dat is hartstikke leuk, dat ga je dan liken, want daar ben je heel blij mee. Henk, die 6 jaar bij NVM zit, nou, dat is een prestatie. Palmares al 6 jaar bij Whisper, goede move, weg bij LVT. Allemaal leuk. Maar ik vind dit persoonlijk een stukje vervuiling. Ik hoef dat niet te zien, maar ik kan nergens uitzetten dat ik dat wil zien in mijn notificaties. En ook, ja... die er allemaal jarig is. Ja. Moet dat? Of moeten we dat op Facebook doen? Dat is persoonlijk. Ik zeg, doe dat lekker op Facebook. Maar dit zijn dan de notificaties die je krijgt. En dat was normaal, ja, stond hier heel mooi rood. En dan heb je meteen een overzichtje in het drop-down menutje. Maar als je gewoon op klikt, dan krijg je dat overzicht. Nou, Nico is mij gaan volgen. Even kijken. Hallo Nico. Ja, nou, leuk. We kennen een aantal mensen gezamenlijk.
Ik kan nog meer vinden. Nou, we hebben NXP. En Sigmund keeps you moving. Nou, leuk. Dan bij het MI-verhaal. De privacy en settings die waren al omgezet. Al eerder. Dus daar is eigenlijk niks aan veranderd. En dat opent hij ook weer in een nieuw venster. En dat is jammer. Want nu verdwijnt het menu bovenin. Zoals je ziet. Ik zit nu hier echt in de privacy settings. En ik moet weer hierop klikken om weer terug te gaan. Ik kan dus niet vanaf de privacy settings meteen naar de messaging. Nou, die privacy settings ga ik dus nu niet behandelen. Die heb ik uitgebreid behandeld op LinkedIn Pro. Wat ik nog wel even wil laten zien is bijvoorbeeld wat er verandert met de company pages. Hier zijn wel een stukje trager. Hier zie ik bijvoorbeeld een post die ik heb geplaatst. Mijn elevator pitch. Nou, 206 impressies, 2 kliks. Hartstikke leuk engagement. Dat ziet er net iets overzichtelijker uit dan dat het was op de company page. Ook geen volgers, dus dat schiet ook niet op natuurlijk. Maar het mooie is dat wanneer je nu als beheerder op je company page komt, je ook heel makkelijk naar de member view kan gaan. Dus dat je de pagina ziet als een gewone bezoeker. En dat je van daaruit gewoon weer de post kan delen. Wat in de vorige layout een lastig iets is, maar dat is nu hierin opgenomen en kun je dat nu wel doen. Ja, je kunt ook weer terug naar de vorige instellingen. Maar houd het lekker bij de nieuwe layout. Dus dit is eigenlijk in een notendop hoe de nieuwe LinkedIn eruit ziet. Zijn er nog vragen? Ja, daar ben ik weer. Dat was dus de nieuwe layout. Ik baalde van dat ik dat even een video moest doen. Maar het gaf me ook de gelegenheid om alle vragen netjes te beantwoorden in de chatbox. En daar een behoorlijk overzichtje ook van te maken. Bas vraagt meteen, deelt hij dan automatisch als privé of als company page? Als je naar member view gaat, dan deel je automatisch als privépersoon. Als je dit vraagt, kunnen we dit filmpje ook op YouTube bekijken? Ja, daar krijgen jullie het linkje voor. Suzanne vraagt, hoe komt het als ik bij de bedrijfspagina intratekst aanpak dit niet doorgevoerd wordt? Die noteer ik en daar kom ik even op terug, want dan ga ik controleren of dat inderdaad hoe dat zit. Dus die wordt per e-mail beantwoord. Even kijken, die is van Suzanne. Moet ik even erbij neerzetten. Ik maak even een notitie, dus vandaar dat jullie denken, wat is hij aan het doen? Nou, dat. Erik vraagt, kun je ook groepen mensen messagen? Ja, ik kreeg vanochtend weer een heel mooi spamberichtje die gestuurd was naar 50 mensen met een advertentie erin en wilde me helpen, klaar. Ja, helaas, dat kan nog steeds. Wat nu wel werkt, als je zo'n discussie verlaat, dan ben je er ook uit en krijg je niet opnieuw notificaties als iemand anders ook weer die groep verlaat. Dus ja, Erik, die is er. Wat doet LinkedIn met al mijn gegevens die hij opvraagt als je de app downloadt? Dat weet ik niet meer, Jan. Helaas, dat weet ik niet. Jeroen zegt, prima uitleg, dan vertellen. Dankjewel, Jeroen. Ik zie jou volgens mij donderdag ook bij LinkedIn. Even kijken, kun je eens meer vertellen over het delen van artikelen? In het verleden kon je ook gebruiken voor leadgeneratie. Nu in de nieuwe setting is dat weg. Hoe bedoel je, Henk, inzetten voor leadgeneratie? Je kunt artikelen nog steeds delen. Je kan als je een artikel hebt geplaatst, de oude longpost, kun je die als update weer delen. En ja, daarbinnen kun je altijd een call to action hebben, waarmee je leads kunt genereren. Toen zag je wie de post liked en kon je eventueel bewaren. Ja, dat is een van de dingen waarvan ik verwacht dat die terug gaat komen. En dat heb ik heb even een lijstje gemaakt van dingetjes waarvan ik denk dat er nog aan zit te komen. We gaan uitgebreide statistieken krijgen. Dus inderdaad dat je van de longpost kunt zien wie heeft hem geshared, wie heeft hem geliked. En dat je meteen die mensen ook kunt benaderen. Het opslaan van zoekresultaten, dat is bij mij alweer terug. Bij meerdere mensen is die al terug. Het was weg, maar die wordt langzaamaan terug ingevoerd. De tijdlijninstelling. Die gaat aangepast worden dat je inderdaad kan zeggen, ik wil de meest recente update zien of de meest populaire updates. Dus volgens het algoritme of gewoon kaal. Waar ik al heel lang op zit te wachten is dat je ook vanaf je company page longpost kunt publiceren.
Dus of die gaat komen, dat weet ik niet. Dat is een wens van mij, maar die ligt wel bij LinkedIn. Ik hoop dat de longposts weer terugkomen in het algoritme. Dat zodra je een artikel plaatst, dat die ook netjes op de tijdlijn verschijnt bij mensen. En dat er ook weer notificaties voor komen. Of dat je desnoods kan zeggen, ik volg deze persoon, dus geef mij alsjeblieft de notificaties. Dat je dat kan instellen. En dat de recommendations weer gekoppeld worden aan de werkervaring. Die zijn nu los. En dat is wel een hele rare. Wacht even, ik vlieg uit. Dus ik hoop dat dat ook heel snel terugkomt. Even kijken, is er een termijn te koppelen aan deze updates die eraan zitten te komen? Enig idee hoe lang dat duurt? Ja, dat is een kwestie van dagen. De tijdsinstelling die is al, zijn ze aan het uitrollen. Safe Search zijn ze aan het uitrollen. Die andere weet ik niet. Daar kan ik helaas geen tijdlijn aan hangen, Henk. Sorry. Hoe kun je een Engels of Nederlands profiel maken? Vraagt Mirjam. Dat mail ik eventjes, want daar heb ik een heel leuk artikeltje over staan op LinkedIn Pro. Dus die zet ik ook even bij. Mailen. Meerdere talen. Je kunt het trouwens gewoon, als je op je eigen profiel bent, staat die mogelijkheid erbij aan de rechterkant. Esther vraagt, hoe zet je de oude bedrijfspagina om naar de nieuwe? Ja, dat gaat vanzelf. Ja, daar heb je geen invloed op. Hij wordt gewoon omgezet en dan heet hij beta. En dan, als het goed is, gaat hij straks ook weer een normale bedrijfsnaam hebben. Sam vraagt over recommendations. Eerst was het mogelijk om een recommendation te koppelen aan vrijwilligerswerk. Nu is het los en kan het dus in principe wel zonder koppeling. Ja, sterker nog, Sam, de recommendations zijn totaal niet meer gekoppeld aan wat dan ook. Ze zijn puur gekoppeld aan je profiel en niet meer aan werkervaring of vrijwilligerswerk of wat dan ook. Dus ja, die hangen maar aan je profiel. En dat vind ik een slecht dingetje. Even kijken. Wat is een goede call to action in LinkedIn? Vraagt Rob Smit. Dat vind ik een hele goeie. Ik vind dat als je een goed profiel hebt opgebouwd wat gevonden wordt en waar mensen dan doorheen gaan en je samenvatting lezen, dat je aan het einde gewoon keihard zegt, joh, wil je meer weten? Bel me, e-mail me of kijk op de website en zorg dat die gegevens als telefoonnummer en e-mailadres ook gewoon in je summary staan. Dan kan iedereen die ingelogd is op LinkedIn, dus niet spambots, maar mensen die ingelogd zijn op LinkedIn, kunnen altijd jouw contactgegevens vinden. Dus dat is eigenlijk mijn tip. Hoe haal je showcase pagina's weg? Vraag van Astrid. Showcase verwijderen. Stel ik even een videootje voor op Astrid en die deel ik ook met jullie. Kun je het bij Facebook ook instellen dat je van bepaalde mensen notificaties ontvangt of dat ze bovenaan de tijdlijn komen? Nee, je kunt niet mensen prioriteit geven. Je kunt wel mensen die vervelend zijn, kun je uitzetten. Dus die kun je ontvolgen. Dan blijf je wel geconnect, maar zie je hun updates niet meer. En op die manier zorg je in ieder geval dat je tijdlijn relevanter wordt. Erik, dus ik hoop dat dat je vraag beantwoordt. Maar Loes, ontvangen bij plaats van een factuur nog steeds 5 gratis e-mails? Voorheen was dit wel het geval. Ondanks factuur plaats, maar beschikt niet over gratis. Nee, dan is eigenlijk de oplossing, Marloes, om toch een keer te gaan kijken naar Recruiter Light. Daar heb je wat meer mogelijkheden daarin. Helga vraagt, is dit nu ook nog zo dat de tekst onder je naam de zoekwoorden zijn waar je op gevonden kan worden? Ja, de professional headline telt mee voor de zoekwoorden. De skills en de tekst die in je summary en je werkervaring zit. Daar verschijnt deze week trouwens een artikel van mij over LinkedIn SEO. Hoe zorgen dat je bovenaan de zoekresultaat komt? En daar staat dat in, Helga. Even kijken, ik zie dat mensen ondertussen al aan het weggaan zijn. Is het al 10 uur? Nee, dat niet. Maar goed, de tijd gaat goed. In Profiler kun je aangeven wat voor freelancer je zoekt en je ontvangt er 5 aanbiedingen. Hoe kom ik als freelancer tussen die 5 aanbiedingen? Ja, zoals ik al zei, Profiler, dat in Nederland is dat nog niet helemaal goed ingericht. Wat ik wel weet, Nancy, is dat de skills een heel belangrijk onderdeel zijn. Dus zorg dat je die skills, je vaardigheden goed invult en daar veel plusjes op krijgt. Dan zul je eerder in die zoekresultaten naar voren komen. Ik zet even de enquête aan, want het vind ik wel heel leuk als jullie die eigenlijk even invullen. Dan ga ik ondertussen natuurlijk gewoon verder met de vragen. Even kijken. Ik voel me een beetje dom. Mijn company page blijft deze tekst schijnen. Welkom to an early preview. Nee, Esther, dat hebben we allemaal. Die krijg ik ook te zien. Je kunt zeggen, oké, ik wil de oude company page. Maar de nieuwe company page biedt je de mogelijkheid om ook als member de pagina te bekijken. Dus ik zou gewoon lekker aan de slag gaan.
met de company page een nieuwe layout. En niet teruggaan naar de old company page. Dat is oud nieuws, gewoon vergeten. Helga vraagt, heb je nog een artikel met info over e-mail? Nou, goede suggestie voor LinkedIn Pro. Artikel over e-mail. Jezus, wat geven jullie mij een huiswerk? Nou goed, ga ik gewoon doen. Even kijken. Kan je nog iets meer vertellen over het geavanceerd zoeken? Ja, Esther, dat is... Dat kan ik wel doen. Het nadeel is alleen dat dat heel haperig dan is. En ik heb dat eigenlijk wel gepland staan voor een volgend webinar. Dat geldt ook trouwens over de company page en het creëren van volgers. Ik heb voor beide een nieuw webinar gepland staan. Geavanceerd zoeken, dat is... daar kan ik zeker minimaal een kwartier, 20 minuten aan besteden. Want je kunt heel ver gaan zoeken met hele boolean search. En mensen uitsluiten en het, heel ver gaan filteren. Wat de nieuwe zoekfunctie lijkt een beetje uitgekleed. Maar eigenlijk biedt die meer mogelijkheden dan dat we hiervoor hadden. Dus daar kom ik heel graag op terug in een nieuw webinar. Even kijken. Nee, Esther, die zit er nog wel. Even kijken, ik ga even. Ik heb al zoveel huiswerk. Nou, vooruit, ook daar zal ik een apart stuk over doen op LinkedIn Pro, Boolean Search. En geavanceerd zoeken. Zoeken in de video. Dan sla ik gewoon een nachtje over, dat is geen punt. Heel andere vraag, Nienke. Wat vind je goede score als het over het aantal views van een post gaat? Ja, ik heb zoals jullie hebben gezien iets van 8000 connecties. En als ik tegenwoordig een post plaats, dan moet ik blij zijn als ik daar 100 views op krijg. Dus Nienke, ik vind het momenteel dramatisch, de longposts. Ik kan wel elke keer opnieuw als update gaan plaatsen. Dus een linkje naar mijn longpost, maar dat voelt als heel spammerig. Dus... op dit moment heb ik het plaatsen van longpost even op een laag pitje gezet. En wacht ik even tot de algoritmes weer goed zijn en aangepast zijn. Even kijken. Te lang. Oké. Iemand vond het webinar te lang, zie ik. Even kijken. Bedankt voor het webinar. Is zo dat als je iets post in een groep, dat de moderator eerst dit vanaf nu moet goedkeuren. Miranda, goede vraag. Elke beheerder kan het zelf instellen of ze post willen toestaan of niet. En ik vind het goed iets, want daardoor is een goed beheerde groep wordt ook een waardevolle community, omdat niet alles zomaar erin gepland wordt en je steeds minder spam erin hebt. Dat ligt aan de groep zelf. Of dat wel of niet eerst goedgekeurd moet worden. Wanneer longpost moet nog. Helga, als je een longpost plaatst, moet je hem in ieder geval zelf nog delen via een update, anders komt hij niet in de tijdlijn. Kijk je vaak naar jouw social selling index? Vraagt Sam. Ja, Sam, elke dag. Dat is voor mij wel een graadmeter of ik goed bezig ben of niet. Zijn er goede apps of programma voor de analyse? Hoe bedoel je, Roland? Analyse van wat? Koen vraagt wat mijn SSI-score is. Op dit moment staat hij op 91. Hij is een beetje gezakt. En Helen vraagt hoe ik een longpost deel via een update. Zodra je op de longpost staat, heb je daar bovenin een URL staan. Die kan je kopiëren en gewoon in een update plaatsen. Maurice vraagt... LinkedIn geeft aan dat nieuwe layout nog niet voor iedereen zichtbaar is. Per wanneer wordt dit wel voor iedereen zichtbaar? Als je op Engelstalig staat, dan heb je hem sowieso sneller. Dat is echt een kwestie van dagen en hooguit een paar weken. Want ze willen zo snel mogelijk iedereen erop hebben. Want met twee verschillende layouts werken op die database, dat is te storend. Van de restpagina's aan medewerkers en posts en dergelijke, evenals ads. Roland, helaas zijn...
ben ik niet goed bekend met apps die buiten LinkedIn die data voor jou verzamelen. Ik weet wel, als ik kijk naar bijvoorbeeld een Hootsuite, dan kan ik bijvoorbeeld ook zien wie allemaal zijn profiel heeft aangepast. Dan heb ik een iets uitgebreide tijdlijn. Maar nee, er is nog niet eentje waarmee je echt alle stats goed kunt bekijken. Oké, Sam vraagt een LinkedIn-artikel over SSI omhoog krijgt per onderdeel. Ja, dat kan. Maar dan ga ik een heel groot deel van mijn betaalde training weggeven. Dus ik weet niet of ik dat ga doen. Ik twijfel er even aan. Heb voorkeur op Engels ingesteld, maar blijf Nederlandse buttons en dergelijke zien. Willem, is dat op de app of is dat in de browser? Want als het in de browser is, dan moet je echt even refreshen. En als je dan nog een keer op start klikt, dan wordt dat, als het goed is, home. Dan zou die wel moeten werken. Even kijken. Ja, het werkt. Dank. Ja, dat is meestal even een updateje. Dank. Fijne dag, Willem. Dankjewel, Chantal. Nou, het lijkt alsof het... Even kijken, heb ik hier nou nog wat vraagjes die nog niet beantwoord zijn. Aanbevelingen vragen, recommendations vragen, dat kun je gewoon... Als je op een profiel bent van een persoon, dan zit er een mooi recht menuknopje. En dan kun je dat meteen aanvragen. Locatie delen was ook een vraag. Bedankt voor je heldere toelicht, kort krachtig. Dankjewel, Paul. Graag gedaan. Even kijken. Bedankt, Fenda. Wat is nou nog meer? Mensen taggen in een post vanaf de company page. Dat is niet mogelijk. Daar was om gevraagd. Het ontvangen van notificaties van de bedrijfspagina die je beheert, die zitten nu niet in je notificatievenster, maar dat gaat wel terugkomen. Delen van berichten in groepen, dat kan nog steeds als je vanaf een... Als je een artikel deelt vanaf een website en je drukt op de LinkedIn share button, dan heb je nog steeds de mogelijkheid om aan te geven welke groep je hem ook wil delen. Dus die functie is er nog, maar ja, die werkt nog eigenlijk via een omweg met de oude layout. Dus het zou kunnen zijn dat die verdwijnt. En wat is Marjan haar vraag? Maar kun je heel even je vraag herhalen, want de chatbox loopt helemaal vol. En dan wil ik hem heel graag behandelen. Maurice vraagt, veranderen de formaat van afbeeldingen en logo's ten opzichte van oude layout? Nee, voor zover ik heb gezien, werken ze nog steeds. Wel kan je met de nieuwe layout, op bijvoorbeeld de company page, kan je er ook een achtergrondafbeelding aan toevoegen. Maar dan moet ik inderdaad, ja, vind ik een goed stukje voor een artikel, Maurice. Dus over de layouten van afbeeldingen. Layouts van... afbeeldingen. Even kijken. Nou, Sander, een goede vraag. We hebben nou van betrekt het manager van company page met nieuwe layout. Meer mensen met interesse. Dus ook eens even kijken of daar meer interesse voor hebben. Want nu is al. Nou, Sander, goed nieuws. Er zijn meerdere mensen die dat hebben aangegeven. Dus ja, dat komt wel goed. Ik zie mijn post niet onder mijn foto, maar connecties heb op Nederland staan, dus misschien is dat de reden. Ja, Marjan, ik denk dat dat de reden is. In de vorige versie kon je de button omzetten, maar nee. Nou, nee, zodat je profiel kon en je netwerk de updates niet zag. Zit die er nog in? Ja, Helga, die zit er nog steeds in. En eigenlijk zit dat sowieso al bij privacy en settings. Daar zit ook de mogelijkheid van, ik wil geen updates delen met mijn netwerk als ik iets aanpas aan mijn profiel. Ja, ook bedrijfspagina, bedrijfspagina, nog meer bedrijfspagina. Ik log uit, bedankt voor het goede webinar. Nou, Erik, jou bedankt voor het luisteren en aanhoren van mijn gebrabbel. Nou, dan zijn er, ik zie de browser niet meer staan, er zijn nieuwe updates, klopt dat? Nou, misschien zijn er geen nieuwe updates, Edward, dat kan, maar dat moet wel komen. Via de notificaties. Fijne aanvulling op de masterclass. Dank, graag gedaan. Helga. Toegevoegde waarde is duidelijk. Ja. Kijk, langzaamaan gaat iedereen weg. Nou, dan ga ik hem denk ik ook afsluiten. Als er verder geen dringende vragen meer zijn. Ik zorg dat jullie een opname, of een linkje naar de opname hiervan krijgen.
En de vragen die nog opstaan, die worden beantwoord via artikel op LinkedIn Pro. Dus bedankt voor jullie tijd en een hele fijne week. Dan zet ik mijn video uit, want dan voel ik me niet zo bekeken.